Nou, hartstikke goed. En ik vind het heel fijn dat we eindelijk eens een keer samen in Paul's Kitchen kunnen optreden. Ik heb er al heel lang op zitten wachten en jij ook. En we zijn nu bij elkaar. Ik vind het heel gezellig en het weer zit mee. Een lekker koffie heb ik gehad hier bij Paul. En ik vind het heerlijk om te doen. Altijd. Ja, lekker. En hoe gaat het met de band? Met de band gaat het heel goed. Ja. We hebben net een klein toertje achter de rug in Duitsland. We hebben heel veel succes gehad. Die jongens hebben ook heel veel gezopen. Ja, die Duitsers
ze geven je veel aandacht als je een optreden doet. Ja. Het is echt, je krijgt heel veel aandacht van de mensen. Ja, ik wil heel eerlijk zeggen, in Duitsland word je meer gewaardeerd als in Holland. Dat moet ik echt zeggen. Je wordt daar echt als een vorst ontvangen. Ja. Dat is echt heel mooi, heel mooi. Ja. Ja. Ja, ben mechanisch. Ik geef aan toe, er is wel een verschil in. Ja, zie je schön. Of wat zegt ze hier? Hey, kan er wat zachter? Pauze! Ja, ja, ja. Ja, dat klopt precies. Dat klopt precies. Ja, klopt precies. Nee, maar wij spelen ook heel veel in Duitsland. En ja, overal. Overal. Ja, ik zeg, je wordt dan echt ontvangen. En goed. Leuk om te doen. Ja. We hebben in Mechaniek in de IJsselgebergen gezeten en zijn we s'nachts doorgereden naar Remagen. Dan moesten we de volgende dag spelen, maar we hebben een heel fijn weekend gehad. En staan ovaties in beide tenten. Ja, ja. Geloof ik, ja. En heb je dat Bluesfestival weer, dat Tolkamp ding in april? Ja, dat is volgend jaar 26 april. Is de Bluesroute weer. En ik heb nu twee kroegen meer. Zo. Dus ja, ik heb er nu zes. Mooi. Dus dat is, dat wordt een big festival volgend jaar. Geloof het in. We zullen de video van Ellen met de Bluesbreakers in Tolkamer hier straks even bij onder zetten nog een keer. Dat is leuk. Dat was leuk, ja. Ja, ja dat was mooi een leuke avond. Dick en de jongens organiseert dat allemaal zelf. Ja. En in iedere kroeg in Tolkamer, klein plaats. Heel mooi plaats zelfs, vind ik dat. En alle kruggen met bluesbands en ja, je kan overal natuurlijk naar iedereen kijken en probeer ze de sets een beetje te regelen dat je heel veel live muziek kunt zien van iedereen. En gratis entree. Hier, ja, waar wil je meer? Ja, gratis entree. Dus volgend jaar is het voor de 13e keer. En ik doe alles in mijn eentje. Netjes. Ja. Het is wel een hoop show, maar je moet ook naar alle bandjes gaan kijken. Is ja, ja. Is het ding. Kijk, ik had meegemaakt, ik had dit jaar samen met Bluesbreakers en Elk gespeeld in Tolkamer. Het was een superleuke avond. Ja. En wij hebben wel wat gefilmd en al, we laten je wat zien. En een volle bak. Ja. Maar Dick, ik zou zeggen, hartstikke fijn dat je even bij ons was. In de keuken. Ja. En ja, wie weet, misschien ben ik weer in Tolkamer met je in april. Dat zou ik graag willen doen. Daar had ik al aan zitten denken. Ja? Ja. Zou je het willen? Ja, vind het leuk. Ja? Ja, zeker. Is mooi. Huh? Oké, dan. De vijf. Dames en heren, je hebt het gehoord. In april in Tolkamer volgend jaar. Ik met Bluesbreakers NL. Lekker af. Yo! En dat was het van deze week in 1, 2, 3. Bye!